Brussel. Lucas verhaal van de wedstrijd, heel simpel. Het is ongelooflijk makkelijk. In de zesde minuut. En natuurlijk de 86e minuut. Jongen. Had ik maar een opleiding afgemaakt. Koffie met de koning, maar eerst natuurlijk koffie met Funs en Lucas, want Funs, wat hadden wij dat goed gezien, hè? Die van Den Haag. Uiteraard zien wij dat goed, Lucas, want eerlijk is eerlijk, Lucas. VVV was goed, wij waren goed, maar ADO was slecht. En dat zeiden we vorige week al tegen de trainer. En toen kregen we op ons donder, ja, hè? Dus we gaan Hans er eens even bij roepen en eens even kijken hoe goed dat wij het zagen. Of heeft Hans toch een beetje gelijk? Ja, trainer, kom er eens even bij. Trainer, Hans, hadden wij dat nou zo goed gezien? Of had jij dat... Nee, maar niet helemaal goed. Jullie zijn toppers. Maar die konden er toch helemaal niks van. Dit was niet. Ja, dat was comedy capers. Die liepen tegen elkaar. Maar we zijn hier niet over ADO te praten. We zijn hier om over te luisteren. We hebben het hartstikke goed gedaan. Dank u. Dat is het probleem van ADO. Ja, en de doelpunten gemaakt, godsamme. Hans, je bent keeper geweest. Heb je er ooit 4 tegengekregen in één potje? Dat was 9. Ik word er ook niet meer anders van. Ja, nee, dat klopt. Maar ja, fantastisch. Wat moeten we nu nog zeggen? Dankjewel Stan, wat heb je dat goed gezien. Dankjewel Jacco, dankjewel team. Ja, maar jullie weten ook, kijk, we doen het als team. Jacco kan daar een uitbrengen met zijn goals, toch? Want zo is het gewoon geweldig dat hij bij ons blijft en is. En we zien wel, hè, want zo is het ook nog eens. We hebben zondag weer een wedstrijd, jongens. En de Haag is geweest. Jullie zeggen ook dat is hun probleem. Ja. Uiteindelijk moeten we zondag weer tegen Heerenveen aan de bak. Ik zei dat jij één van de weinige mensen bent op deze hele planeet. Dat zijn dan misschien 25 die alle goals van Giacomakis hebben gezien. Wij niet. Jij hebt ze live gezien. Niemand ziet hem. Niemand ziet hem live. Ja, oké. Okay. Dat doet pijn, Hans. Bij ons de mensen. Weet je wat het probleem is? En dat is natuurlijk al een maat zo. We hebben voor maar één wedstrijd nog gespeeld. Ja, met 800 man. Met 1500 man of zo. We missen dat allemaal. We missen dat echt allemaal. Heerenveen dit weekend, trainer. Wij hebben dat even bekeken. Veerman, die moet je in de gaten houden. Ja, hebben wij gehoord. Ja, dat die best wel kunnen ballen. Ik heb ze allemaal aan de hand gehad. Dus, hoe dat dan? Bij Van Wendam. Ja. Dus, jij weet wat ze kunnen. Weet wat ze kunnen. Weet ook wat ze niet kunnen. Ah, kijk. Dat is altijd prettig. Nee, maar het zijn gewoon... spelers die je gewoon altijd in de gaten moet houden. Maar er zijn er nog een paar, hè, jongens. Het is een elftal wat nog niet echt lekker in hun vel zit. Nee. Maar het kan ook zomaar omslaan. Dan moeten wij zorgen dat het niet dit weekend gebeurt, maar dat ze dat erna doen. Iedereen erbij? Iedereen aan boord? Hoe is het met Patio en hoe is het met Lindhorst? Lint is nog een vraagteken. Patio zou lastig worden. En we weten dat Vito geschorst is, jongens. Ja. Voor jullie. Ja. Dus ja. We gaan het nog even zien. We hebben nog even een paar dagjes. Wil je even je koffie genieten? Dat ga ik zeker doen, want jullie blijven later zijn koud. We krijgen nog niks gedaan. Hans, dankjewel. Dankjewel. Ik zei het net al tegen de trainer. Hij is een van de weinige mensen die hem alle doelpunten live heeft zien maken. Dat is toch kloot, hè? Het is pijnlijk dat wij, hè, en de rest van de supporters hem niet gaan zien. Nee. Maar wat een fenomeen. Ongelooflijk. Het wordt te pas en te onpas gebruikt. Ja. Maar 1-op-1 lopen bij VVV, dat kan dus gewoon niet. Nee, dat bestaat niet. Ja, je ziet dat het gebeurt, maar het is onmogelijk. En Lucas, jij bent oud. Jij bent al 50 of zo, hè? Bijna. 4 doelpunten van een VVV-speler. Een Eredivisiewedstrijd. Is Hans Sleven om een keer gelukt in de jaren 50 of 60? Voor mijn tijd. En mijn tijd is heel lang geleden. Ja, en Giacomakis. Wat een held. Ja. Ben jij niet bang dat... Stan krijgt een belletje. Hey Stan, we hebben miljoenen over. We willen Giacomakis. In principe voor ieder goed bod. Voor een goed bod. Maar wat is een goed bod? Wat vind jij een goed bod? Stel voor, jij zit op die stoel van Marco Bogers. Tring, tring. Met Stan. Ik heb net een bod gekregen van... 4,5 miljoen? 5 miljoen? Nou ja, laten we 4,5, 5 miljoen. Want daardoor ben je dus wel de komende seizoenen verzekerd van een gezonde financiën. Van een gezonde financiële huishouding ben je verzekerd. Je bent er namelijk niet van verzekerd. Iedereen zegt dan, ja, maar als je dit verkoopt, dan vlieg je eruit. Dat weet je niet zeker. Maar je weet ook niet zeker dat je erin blijft als je hem houdt. Je kan een blessuretje krijgen. Ja. Er kan zand in de motor komen. Het kan allemaal niet meer lopen. We hebben alle kanten al voorbij zien komen de afgelopen 100 jaar. Nou, dan kan dat met Giacomakis ook gebeuren. Maar Lucas,
Chaco Martens was natuurlijk goed. Ja. Maar die Jan Martijnovic, we hadden het erover, die bracht er helemaal niks. Nee, maar die zei ook nog zo, hey, die kan wel een paar doelpunten maken, die Riekspit, maar daar hoef ik niet bang voor te zijn. Ja. En wat doet Jan Maatje? Lucas, komt ja. Die? Pong! Tegen zijn eigen speler! Chaco. Ja! Hey, maar nou hebben we het gehad over mensen die goed waren, mensen die slecht waren. Weet je wie me ook heel erg opviel in dat wedstrijd tegen ADO? Is het Jacuro? Boah, Jacuro Roemer. Ik vind Jacuro altijd een prettige speler. He? Loopt hier al heel lang rond. Loopt hier echt al rond sinds hij de Menke was. Je ziet hem alleen eigenlijk in de voorbereiding. Krijgt ja. Weinig speelminuten. Maar wat is die letterlijk en figuurlijk gegroeid? Ja. Wat gaat er gebeuren tegen Heerenveen? Het is geen klote ploeg, hè? Nee, want nee. Je denkt... Wat zei jij? 9 wedstrijden achter elkaar niet gewonnen? Dan denk je, dat bengelde ergens onderaan. Niks hoor. Niet gewonnen van Fortuna, niet gewonnen van RKC. Maar het is natuurlijk geen misselijke ploeg. Nee, helemaal ze kunnen niet. Wel voetballen. De vier mannetjes zijn lekker. Vroeger hadden we het altijd over het geel-zwarte medicijnen, ploeg in nood. Nou, wie konden ze het beste treffen? VVW'ken. Ja. Maar dat is natuurlijk ook niet meer, hè? Nee, nu niet. Niet op dit moment in de competitie. Ik denk dus... Hè? Jij zit in de up, zij zitten in de down. Is dit de wedstrijd dat we nu... Bijna zeggen, die gaan we ook gewoon winnen. Ja, ik durf de haast aan, Lucas. Ik denk dat we deze gewoon gaan winnen. En dan is alleen de vraag, hoeveel bordjes mogen we volgende week kapot gooien? Wat denk jij? 2, minimaal 2. Funs denkt 2 kapotte bordjes tegen Heerenveen. Dat betekent 2 extra doelpunten van Giacomakis. Ik weet het niet, van mijn pad maakt Roemer ze, van mijn pad maakt Torsten Kirschbaum ze. Het maakt me allemaal niks uit. Als we maar winnen, want daar zijn we mee bezig en hopelijk blijven we daarmee bezig. Op naar de wedstrijd.